ja, wat ik me nu trouwens bedenk, we hebben de verandering van het huis nog niet laten zien. Dus ik ga jullie een tour geven. Gaat jij dat filmen of gaat jij de tour geven? Ik zal filmen en jij mag de uitleg geven. Ja? Ja. Onze interieurarchitect, ja, wat was ermee? Heeft weer haar werk geleverd. Goed werk geleverd. Goed werk geleverd, ah, dat is beter. Oké, in de keuken hebben we... Start. In de keuken hebben we niks veranderd. Maar in de living... Tadaa! Hier is onze tafel. De tafel hebben we eindelijk meegebracht. Die staat nu hier. Dus de stoelen staan aan tafel en niet meer zo gewoon random. Mm-hmm. De kattenpaal is hier. Mm-hmm. Die willen we toch nog wel weg op termijn. Mm-hmm. Want het is ugly. We willen iets modern of zo. Maar van die al weg aan de slag. De katten gebruiken het wel, dus dat is wel nodig natuurlijk. Dan hier stond een lelijke vakkenkast. Oh, geef me nu vakkenkast, hè. Die is niet lelijk, maar die was, het was een zeer, hoe zeg je dat? Prominent aanwezig stuk. Ja. Dus dat stond hier en dan hiernaast stond de krabbel. Nu hebben we het zeteltje hier gezet. Oh. Met mooie decoratie. Mm-hmm. Het leven is aan de weird people. Dat is haar quote. Een beetje weird is oké. Okay. Een beetje weird is oké. Okay. Weird is oké, ja. Ja, en een dromenvanger. Ja. Maar waar heb je die? Poeh, die heb ik echt al van toen ik 12, 13 was of zo, denk ik. Toen hing die boven mijn bed. Ja. Ik weet niet van waar. En het zeteltje. Het is van Sam zijn ouders. Mm-hmm. En een tafeltje. Dat is een designer. En een plantje. Ja. Plantje, tafeltje, met een boekje. Mooi. Nu gaan we naar de plaats waar de zetel stond. Hier stond de zetel. Tada! Met het barkarretje. Ik weet niet of jullie dat weten. Mm-hmm. Nu hebben we ons bureautje, dat is ook naar hier verhuisd. Ondergezet. Veel vroeger wat dat dit was. Ah, ja. Dat is een Maria-beeld van Sam zijn kunstwerk. Oma. Dat was vroeger, stond altijd bij Sam zijn oma. Toen die gestorven is, heeft Sam dat beeld gekregen en heeft hij dat gepint met tattoos. Ik vind dat wel chic gedaan. Ik vind dat wel mooi. Ja. Want hier staat ook onze lamp met de katjes. Ah, ja. Dat is mooi, s'avonds een bureautje, aangezien dat Sam nu vaak thuis werkt. Ja, ik ben wel blij dat ik een bureautje terug heb. Heb je er al aangezeten? Nee, nog. Ik heb nog geen kans gehad om eraan te zetten. Dan hebben we hier het barkarretje nu. Mm-hmm. As you can see. Yes, I can see. Hier is iets wat nog altijd naar het zolderen moet. Milky. Wat Sam nog niet heeft gedaan. Ja, dat is waar. Oeps. Dan hebben we hier, hebben de mand met de dekentjes hier gezet. Mm-hmm. Hebben we een mat, een spiksplinternieuwe mat, die had ik al. En je ziet Muffin bijna niet meer als die erop ligt. Nee, Muffin lag de hele dag vandaag hier in het hoekje. Echt? Dus ik was in de zetel aan het monteren zo. En dan wou ik opstaan en ik deed zo en ik ging er echt opstaan. Ja, arme Muffy. Ja. Dan hebben we dit poefje stond eigenlijk daar bij de zetel. Ja, hier. Ja, maar op die mat was er nog wel veel. Dus we hebben het poefje hier gezet. We hebben een nieuwe plant. Hier stond zo'n grote palm, zo'n lage palm. Maar die is dood. Dus, she dead. Wat? She gone. Ja, rest in peace. Rest in peace, plant. Rest in plant. Plant. God, dat is niet helemaal een fake, want dat gaat niet dood. En dan dat laddertje had ik ooit ook van op mijn appartement. Daarna heb ik dat nooit gebruikt, stond aan de garage. Ja, dat is wel mooi. Maar nu past dat keimooi hier. Dus dat is ook een keimooi hoekje. Welke gaat klimmen, denk ik. Ja, denk ik ook. Going up. Dus dat was de tour van de nieuwe... Living, een eetkamer. Hopelijk vonden jullie het leuk. Hopelijk vonden jullie het ook een leuke vlog. Mm-hmm. Want wij gaan afsluiten en wij gaan slapen. En milks, want we zijn moe, hè? Denk het wel, ja. Hopelijk vonden jullie het dus leuk. Vergeet zeker geen duimpjes omhoog te doen. Mm-hmm. En wij zien jullie... Morgen! Morgen!